Vandaag is een vreemde man mijn echte vader. Kijk of het lukt om uit te spreken, lieve papa. Nee, doe ik niet echt. En mijn reactie daarop had ik nooit verwacht. Of je het nou wil of niet, familie heb je en je moet ermee dealen. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk. Sommigen hebben het lastiger thuis. En ik weet hoeveel impact dat heeft op hun leven. Melle en ik gaan vandaag een familieopstelling doen. Een vorm van therapie die je kan helpen met het oplossen van problemen binnen je familie. We gaan echt elk moment de therapie in. Ik weet of ik het mezelf opvolg, maar ik ben zo zenuwachtig. Niks is fout gaan, maar je gaat toch jezelf zo opstellen of zo. Okay. Let's go. Hallo. Hier is het. Ah, toppie. Hallo. Hallo. Ik ga me eerst toch maar voorstellen ook. Bob. Ja. Hallo. Voor een familieopstelling heb je mensen nodig die de rol van familieleden op zich nemen. Onder die mensen zijn ook vrienden van ons. In mannenvriendengroepen worden emoties vaak een beetje weggestopt. Leuk als je er bent. We hebben nog bij de tulp gezeten. Onszelf blootgeven met onze vrienden erbij is daarom extra spannend nu. Ja, je was er weer klaar met me natuurlijk. Zo, nou, ik weet even niet... Hartelijk welkom. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En natuurlijk Bob en Melle, welkom. En dan gaat de sessie van start. Wie voelt dat het dit moment nu is om de vraag in te brengen, die mag zijn vraag inbrengen. Ik had al besloten dat ik niet ging beginnen. Ik deed echt mijn best om mijn mond te houden, om Melle uit zijn comfortzone te dwingen. Ik heb het geluk dat ik in een warm, open en liefdevol gezin heb kunnen opgroeien, waar niets te gek is. Met twee liefhebbende ouders die na 30 jaar nog steeds bij elkaar zijn. Des te spannender om hier te zijn, omdat ik bang ben van wat er komen gaat. Ja, ik weet niet of het een vraag is, maar meer een situatie of zo. Maar kom maar zitten, kunnen we het onderzoeken. Moet ik gewoon wat zeggen als ik dat kan? Of? Koffie is het moment om even aan te komen. Ja. Maar waar loop je tegenaan? Welk probleem ervaar jij in het dagelijks leven? Stress. Okay. Gewoon stress over de toekomst, carrière, zulke dingen. Ik heb een bepaald beeld hoe ik mijn toekomst voor me zie. En het idee dat dat niet gaat lukken, dat geeft me een heel benauwend gevoel. Nadat ik dit heb verteld, begint de sessie nu echt. Ik kan niet meer terug. Marco, mag ik jou vragen als representant voor de cliënt? Het is voor iedereen, hij denkt er niet over na, hij volgt gewoon zijn lichaam, waar die hem heen brengt. Volg je innerlijke beweging. Wat voel je op dit moment? Oké. Mag ik jou vragen voor de vader van cliënt. Ik zit gewoon even in mijn hoofd te plaatsen wat ik nu zie, wat er gebeurt en wat ik ervan vind. Oké, geef hem gewoon alle ruimte. Ja. Proberen denken los te laten. Gewoon ontspannen en kronen. En zo vult de ruimte zich. Ik vind het moeilijk om mijn eigen familie te herkennen in deze mensen. Voornamelijk onbekende mensen. Mag ik jou vragen voor de moeder? Ik merk aan alles dat Melle zo ongemakkelijk is, dat ik denk dat hij ieder moment in lachen kan uitbarsten. Bo, mag ik jou uitnodigen voor het lot van de vader? Hoe is het met jou? Goed. Ja, nou ja, ik vind het gewoon... Ik voel me ook een beetje ongemakkelijk. Ik vind het een beetje gek of zo wat allemaal gebeurt. Mm-hmm. Maar niet negatief per se. Nee, okay. Nee. Mag ik jou vragen om in de opstelling te komen? Zoek een plek in de ruimte. Denk er niet over na. Is dat de plek waar je wil gaan staan? Ja, ik denk het. Wat voel je? Mag ik nog iets anders uitproberen? Ja. Volg je beweging. Wat voel je? Beetje hyper zenuwachtig. Waar is je aandacht op gericht? Eigenlijk wel deze man.
die meespeelt. En wat voel je als je er naar kijkt? Deels ongemakkelijk en deels een beetje zenuwachtig, een beetje, waardoor het mijn aandacht wat trekt, zeg maar. Stefan legt wat zinnen voor, om zo dichter bij mijn gevoel te komen. Kan je hem zien? Ja. Ik zie jou. Ik zie jou. En ik zie je ongemak. En ik zie je ongemak. Want die ken ik zelf ook zo goed. Want die ken ik zelf ook zo goed. Ja, armen naast je lichaam houden. Blijf aanwezig. En als ik naar jou kijk, kijk naar hem. En als ik naar jou kijk. En als ik naar jou kijk. Dan zie ik een grote angst. Dan zie ik een grote angst. Een angst. Een angst. Om niet goed te zijn. Om niet goed te zijn. Klopt dat? Klopt dat? Nee. Klopt dat voor jou, als je dat uitspreekt? Ja. Wat moet ik dan doen? Dat is helemaal aan jou. Daar kan ik je niet bij helpen. Wie is voor jou de belangrijkste persoon in deze ruimte? Meerdere. Ik heb niet één. Wie is de belangrijkste persoon als je één mag kiezen? Ik. En wie is dat? Melle. Hij is de belangrijkste persoon voor mij. Er gaat een hoofd voorbij. En ik zet steeds een stapje dichterbij de kleine Melle. Kan je nog een stapje naar voren zetten? Als hij dat goedkeurt, dan kan ik dat proberen. Oké. Okay. Maar niet zonder zijn toestemming. Weet niet of kleine Melle dat wil. Ja. Ja. Eigenlijk alleen maar dat hij voor me zorgt. En wat voel je? Wel relaxed, rust. Voor de eerste keer. Oké. Okay. Ja. Geen ongemak meer. Bij mij ben je veilig. Bij mij ben je thuis. Bij mij ben je thuis. Bij mij hoef je niet meer te zoeken. Bij mij hoef je niet meer te zoeken. Bij mij ben je heel. Bij mij ben je heel. Wow, ik zat gespannen daar. Ja. Ik weet even niet wat ik moet doen, man. Hoe gaat het? Ik kon je op een gegeven moment ook niet meer peilen. Nee, het was heel raar. Ik heb getwijfeld om even een keer te zeggen van, hey, luister, ik weet het niet. Maar was dat omdat je dan net dacht van, dit is me te oncomfortabel? Het was zo oncomfortabel. Was. Ik ben zo uit ik heb daar echt zo ongemakkelijk gestaan. Oh. Zodra ik voelde of zo dat het wel, dat ik dat was, voelde het ineens echt heel warm en liefdevol. En dan zag ik hem echt een beetje als een kleutertje. Ik zet mezelf vaak gewoon niet bovenaan. Ik moet mezelf wel die eerste plek gunnen. Want dat brengt mij ook gewoon veel meer... Minder stress en meer vreugde, denk ik. En toen moest ik. Surprise, surprise, surprise. Waar loop je tegenaan, Bob? Ik ben de jongste uit een gezin van 4 kinderen. Met gescheiden ouders en 5 stiefzussen. Als ik vroeger uit school kwam, was ik altijd bang dat er thuis iets aan de hand was. Ik miste de aandacht van een vaderfiguur en moest mezelf door de drukte in huis vaak op de tweede plaats zetten. Iets wat er nu bij jou speelt. Simon is mijn vader. Ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik met de relatie met hem moet. Dat weet ik gewoon echt niet. Want ik heb echt al zoveel geprobeerd om überhaupt iets van een band met hem te hebben. Maar het lukt gewoon niet. Is dat waar je wel naar zou willen kijken? Ja hoor, zeker. Hoe is het met de moeder? Wel aanwezig, maar niet helemaal. Het lijkt wel het weggestopt. Rutger, mag ik jou vragen voor de vader? Hoe gaat het met de vader? Gespannen. Ja? Ik voel me eigenlijk niet zo onderdeel uitmaken van het geheel of zo. Ik sta er een beetje buiten, maar ik heb wel contact. Ja. Zo goed. Ik wil je uitnodigen om zelf een plek in de ruimte te vinden en volg je gevoel. Gaatje. Nu ik tussen mijn ouders moet gaan staan, word ik overvallen door emoties. Tussen papa en mama in. Is dat je plek? Het is confronterend. Kijken of het lukt om uit te spreken. Lieve papa. En anders papa. Blijf rustig ademhalen. Nee.
doe ik niet echt. Nee. Kun je zeggen papa? Papa. Ik ben boos. Ik ben boos. Ik ben woedend. Ik ben woedend. Maar eigenlijk? Maar eigenlijk? Ben ik heel verdrietig. Ben ik heel verdrietig. Ik heb je zo gemist. Ik heb je zo gemist. Lange tijd. Lange tijd. Had ik een oordeel over jou. Had ik een oordeel over jou. Maar dat recht. Maar dat recht. Dat heb ik niet. Dat heb ik niet. En dat lot, dat laat ik bij jou. Jij bent mijn vader. En ik ben jouw zoon. Hou me maar even vast. Stappen goed uit allemaal, dank jullie wel. Ja, familie heb je. Maar de manier waarop je daarmee omgaat hoeft niet altijd hetzelfde te blijven. Ik vond vandaag een stukje rust. En ik ben benieuwd wat er nog komen gaat.